En dat waren er weer een paar. De ene na de andere vis kon sinds gisteren dood boven drijven. Gisterenochtend, zondagochtend, krijg ik om 10:30 de eerste meldingen binnen. Naar aanleiding daarvan ben ik de plaats gaan meten en heb ik eigenlijk geen rare dingen kunnen ontdekken. Alle metingen zijn goed. Zuurstof zit voldoende in het water, pH-waarde is neutraal. Wat de oorzaak is van de vissterfte is nog niet duidelijk. Een paar vissen zijn naar het lab gestuurd voor onderzoek. We houden rekening met eventueel een botulisme, maar daar zijn de vissen dus voor opgestuurd. En dan wachten we op de uitslagen daarvan, dan kunnen we dat in ieder geval uitsluiten. De dode vissen worden vandaag stuk voor stuk uit het water gevist. Ze belanden in grote containers en worden afgevoerd. Houdt u het wel een beetje vol in deze vislucht? Jawel. De stank is niet te harde. Dat is niet. Vanaf als je warm eten hebt, dan is het denk ik... Je moet nog hier meer aan die luchten denken. Ja, maar het giet er wel in mijn deur. Het is voor de vissers die als hier alle dagen zitten, dan is dit jammer. Dit had niet mogen gebeuren. Nee, maar kunnen we niks aan doen. Later deze week wordt hopelijk duidelijk wat de oorzaak is van de vissterfte. Tot die tijd waarschuwt waterschap Veld en Vecht in ieder geval om niet in het water te gaan zwemmen.